Vanaf vandaag, maandag 3 augustus, start in het hele land een nieuwe politieactie voor een betere CAO. De politie komt alleen in actie bij spoedeisende gevallen. Als de veiligheid niet direct in het geding is, wordt op een melding niet gereageerd. De actie Geen Spoed Geen Politie wordt elke week met een dag verlengd en loopt zeven weken door. De werkdruk loopt steeds hoger op voor de politie, maar een goede CAO blijft uit. Met de actie hoopt de bond een nieuw bod van minister Van der Steur af te dwingen.